Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups en Down. Jordi, Liam en Sam zitten op school. Ik moet om 11:30 bij Sam op school zijn voor de tractaties, want het is vandaag Sam's laatste dag. Ik ga mij even klaarmaken. Ik ga wat aan mezelf doen, yes. Maar eerst gaan we even dit doen. Gisteravond heb ik heel mijn gezicht gedaan en ja, dat. Het is vandaag de 22e. Even koekeloen. Ik heb vanochtend alleen maar boodschapjes gedaan voor het avondeten. En voor de rest helemaal niks. We zien het wel. Oeh, champagne staat erop. Dan pak ik gewoon de spoelie weer en nou, zet er eens uit. Ze maken die vakjes gewoon veel te klein. Ik zweer het je. Hoppakee. Nou, even kijken. Champagne. Dit is volgens mij ja, een liquid eyeshadow. Maar die ga ik hier nou niet op doen hoor. Dat ga ik niet hebben. Ik ga heel eventjes wat aan mijn ogen doen. En zorgen dat ik er enigszins fatsoenlijk uitzie. En dan gaan jullie dadelijk het resultaat zien. Ik was helemaal vergeten wat ik had, dat ik het moest laten zien. Tada! Ik heb gewoon even mijn ogen gedaan. That's it. Meer heb ik er niet aan gedaan. Maar in ieder geval, we hebben Liam opgehaald. Hij zit nu lekker een broodje te eten. Ik ga daar ook eten. Ik heb nog niks. Jawel, ik heb wel een broodje gegeten. Ja, dat. Meer kan ik eigenlijk niet vertellen. Het was een leuk afscheid. Of ja, leuk afscheid. De vrouw die... de juffrouw, zeg maar. Die heeft ook Liam begeleid. En die heeft best wel veel voor ons gedaan. En dat heb ik in een kaart geschreven voor haar. En wat daar precies in staat, dat is tussen haar en ons. Maar ze had in ieder geval tranen ervan. Dus ja, mijn boodschap is duidelijk geworden. Er stond gewoon iets van in de trant van bedankt. En ja, dat. Dat kon ik niet laten. En dat deed haar heel veel en ze waardeerde het heel erg. Dus dat is alleen maar mooi. Oké, ik ben weer Panda. Straks maar even schoonmaken. Ik heb daar nu geen puff voor. Ik maak het alleen maar erger. Nou ja, hè? Hier moeten jullie het nou mee doen. Oké? Okay? Ja? Prima. Jordi heeft een tijd terug schoolfoto's gehad. Dit is de foto die het geworden is. Dus ja, deze komt daarin te staan. Die heb ik nu vervangen. Dus het is vervangen. Ja, en dan heb ik natuurlijk, kijk, klasfoto ga ik niet laten zien, want dat vind ik gewoon privé. Privé, sorry. Maar dan heb ik deze. En dan heb ik deze. En ik heb hem ook nog digitaal. Dus ja, ik ben weer blij. Een hele goede morgen. We zijn al een tijd wakker. Dat zou je niet zeggen als je me zo ziet. Maar ik heb de wind getrotseerd. Ik heb boodschappen gedaan als een koningin.
Ik heb boodschappen gedaan voor de komende dagen. Dus ik hoef de komende dagen de deur niet meer uit. Misschien dat ik Niels nog op pad stuur voor het een of het ander. Maar op dit moment is dat niet meer nodig. Ik heb eten voor vandaag. Ik heb eten voor morgen. Ik heb eten voor maandag. Ik heb eten voor dinsdag. Dus ik heb fruit, ik heb brood, ik heb alles in huis. Alles. Dus dat worden leuke dagen de komende dagen, want ik hoef niet weg. Nee. Ja, eerste kerstdag gaan we wel ergens heen, naar mijn ouders. Tweede kerstdag gaan we ook eventjes naar de moeder van Niels. Maar dat was het wel. Dan zou je zeggen, Mandy, je loopt in je pyjama. Maar nee, niets. Ja, ik loop in mijn pyjama. Maar we hebben net de kinderen in de douche gedaan. Ze waren echt vanochtend vroeg wakker. Niels die ligt ook even op bed. Die heeft hoofdpijn. En toen zei hij tegen mij, Mandy, zegt hij, we doen de kinderen ook even naar bed. Even, ze hebben hier een bende gemaakt. Ik ga zo dadelijk eventjes gewoon de keuken opruimen. En gewoon lekker even mijn ding doen. Hun liggen... Ze liggen nu, ja, Jordi ligt in bed, maar hij is aan het spelen. Sam, die zit op zijn kamer te spelen. En Liam zit ook op zijn kamer te spelen. Dus we zijn gewoon even in hun eigen wereldje. En dat is ook even belangrijk. Want ze waren gewoon de boel aan het terroriseren. En ze moesten de douche in. Maar we hebben hun niet alleen de douche in gedaan. Dan zou je denken, ja, jezelf. Ja, dat klopt. Maar ik heb daarna ook nog Joef gewassen. Want dat beest, dat stonk. Ik kan best tegen een hondenlucht. En ik vind een hondenlucht prima. Maar dit. Dus wij zeiden eigenlijk al een hele week tegen elkaar. Die hond moet in de douche. En opschieten ermee. Dus ja, we zeiden van dan doen we daarna gelijk Joef. Dus die heb ik ook in de douche gedaan. Dan ga ik daar even de kleden eraf halen. De kussensloopjes eraf halen. Zodat die dadelijk ook in de was kunnen. Maar nu heb ik eerst Joef de spullen in de was liggen. Want, of in de wasmachine. Want ja, die stonken natuurlijk ook. Dus alles ligt daarin. En ik was dat regelmatig. Laat ik nooit echt zien op de vlog. Maar nou, laat ik eigenlijk nooit zien op de vlog. Maar ja, zelfs ik had 2 weken geleden. In ieder geval 2-3 weken geleden. Had ik alles helemaal gewassen. En nou, het stonk nog harder dan het kon stinken. Dus ik zei ook tegen Niels, ik zeg, dan moet dat ook gelijk. Dus ze ligt nu in de gang op een stapel handdoeken. Die heb ik daar nou liggen. En ze blijft daar ook gewoon even liggen. Ze ligt daar onder een dekentje en gewoon lekker even droog te worden en te doen. En ja, dat... En nou ga ik voor de rest dadelijk eventjes hier aan de slag. En wat dingetjes doen. Inmiddels is iedereen weer wakker. Sam, Liam en Niels hebben geslapen. Jordi die is wakker geweest de hele tijd. En ik heb mijn eten gemaakt. Tada! Pesto, pasta met broccoli. En ik heb een tomatensoepie gemaakt. Ja, dat. En voor de rest ben ik, ik heb hier net ook al kipkerry salade gemaakt. Dus ik ben gewoon lekker aan het klooien en aan het knutselen en aan het doen. Dus dat. En ja, aan het opruimen en wassen aan het doen. En, nou, hè. Dus dat ben ik allemaal aan het doen. En ja, dadelijk eten. We hebben gegeten. En ik moet nu even wachten op de wasmachine. Want, ja, die is nog bezig. Ik hoef die niet te wachten. Maar wat ik dus helemaal vergeten ben vandaag. En ik heb het volgens mij toch best wel goed gedaan. Is mijn adventkalender. Wat ik straks wel heb gedaan is nadat ik iedereen gedoucht heb. En Joef gedoucht heb en de douche gepoetst heb. Daarna gewoon mijn gezicht goed gereinigd en zo. Dus dat heb ik wel gedaan. Maar ja, hè. Ik heb wel wat aan mezelf gedaan. Bij mij zit een nagellakje. Oh, cuticle, nail en cuticle oil. Yes.
Daar heb ik wel wat aan. Ik wil ook sowieso een deze dagen mijn nagels weer doen. Dus... Zo. Het ziet er zo uit. En het is verrijkt met kokosolie. Kijk of het ruikt. Oh ja, je ruikt wel echt kokosgeur. Is wel lekker. Maar die kan ik dus wel gewoon gebruiken. Dus deze gaat gewoon bij mijn nagelspullen. En dan kan ik die gewoon gebruiken. Maar ja, ik heb dus wel wat aan mezelf gedaan, ook al zie je het niet. Ik heb gewoon echt mijn huid gewoon goed gereinigd en gedaan. Dus ja, dat. Dus ik ben wel degelijk met mezelf bezig geweest. Ja, dus dat is wat ik wou vertellen. Ik ga even nog wachten op de wasmachine. De volgende was weer aanzetten. Morgenochtend ga ik boven poetsen. Straks ga ik beneden poetsen. En dan ook ergens in deze dagen mijn nagels doen. Een hele goede morgen! Ons eerste zondagsontbijt van de kerst. Het is gewoon simpel wat ze gewend zijn. Zitten lekker te smikkelen. Liam heeft zijn chocolaatjes al op. Ik had nog Sinterklaas chocolaatjes. Ik denk, laat ik het hier er maar bij leggen. Hé hey Jordi, jij gaat ook eten, hè? Ja. Laat ik heel even laten zien dat ik dit gebruik. En ondertussen dat ik dit gebruik... gaan jullie even kijken naar een filmpje dat Niels vanochtend heeft opgenomen. Waarbij Liam en Sam ontzettend lief aan het spelen waren. En dit doen ze tegenwoordig vaker. Alleen het ding is, ik heb dat niet altijd op film. Of ik heb dat vrijwel nooit op film. En waarom heb ik dat nooit op film? Omdat ik op zulke momenten meestal bezig ben. En daar niet aan denk. Dus daar gaan jullie nu naar kijken. Yeah.
Nou, en ondertussen ben ik bijna klaar. Ik heb gisteravond heb ik mijn nagels nog even gedaan. Want ik zei tegen Niels, ja, ik wil ze eigenlijk wel kort houden. Maar ik zeg, ik vind het ook wel weer zo saai met kerst. Dus het is dit geworden. En ja, ik heb een beetje uitgegoten met de kleur, maar dat gaat vanzelf. Slijt dat eraf of ik peuter het eraf of wat dan ook. Maar het was zo schattig hoe dat ze aan het spelen waren. Ik heb ook de volledige clip heb ik het er gewoon zo in laten staan. Omdat ik het gewoon mooi vond hoe ze dat aan het doen waren. Niels heeft net voor mij alle bedden even verschoond en afgehaald. Dus ik dacht ook bijna door mijn was heen was. Maar dat ben ik niet. Maar goed. We gaan de laatste doen. Want het is vandaag de 24e. Oh, zij is nog buiten. Ik hoef naar buiten gelaten en blijft best niet meegelopen. Ik moest even in de schuur zijn en oké, daar was ze weg. Oeh, ja ja. Ik heb natuurlijk net mijn handen ingevet. Zo ziet hij eruit. Oh, volgens mij is het wel prima. Wacht. Even een spiegeltje erbij vatten, hè. Jullie zien al of zo. Ik heb een bende hier nou. Ga ik heel veel aan mezelf doen vandaag? Nee. Maar dit is eigenlijk wel een prima mascara. Het haalt de wimpers goed uit elkaar. Het wordt niet één plakbende zeg maar aan elkaar. Daar hou ik wel van. Ik hou er niet zo van als het allemaal aan elkaar geplakt zit. Ja, je ziet het nu niet super goed, maar ja. Volgens mij, en het is ook nog eens een volume mascara, dus ohoho. Maar goed, ja dat. Morgen ga ik met alles ga ik een look maken met wat ik de afgelopen 24 dagen verzameld heb. Dus ja. Wat vond ik nou hiervan? Wat vond ik hier nou van? Ik vond het eigenlijk best wel een leuke adventkalender. Ik vond het echt oprecht een leuke. Het enige wat mij een beetje tegenviel. Het is zo neutraal, zeg maar. Het is echt, ik vind het vrij neutraal. En waarom zeg ik dit? Dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, dit is bijvoorbeeld wel shimmering en zo. Maar dan heb je bij wijze van spreken voor de lippen. Ik vind het, de nude, dat vind ik leuk, hè. Maar zal ze ook best wel gewoon een paarse in mogen doen, zo'n extra pling, weet je wel. Eentje die er gewoon heel erg uitspringt. Dat hadden ze voor mij ook wel mogen doen, want het is echt neutraal. Het is echt dat je denkt, nou ben ik er alles even aan het uittrekken. Want ik heb natuurlijk er niet alles uitgehaald. Ik ga even al die deurtjes weer af. Oh, deze zit er ook nog in. Zelfs deze had ik er nog in zitten. En ja, dat. Dat vind ik eigenlijk een beetje het nadeel. Maar voor de rest een superleuke adventkalender. Het heeft mij in ieder geval niet tot nadenken gezet. Maar wel
mijn doel is eigenlijk voor mijn gevoel, voor mijn idee wel bereikt. In de zin van iets aan mezelf doen. Het is niet zo dat ik het elke dag ga doen. Het is niet zo dat ik elke dag echt iets aan mezelf doe in de zin van make-up. Maar wel bijvoorbeeld huidverzorging. Dat ben ik nu echt heel veel aan het doen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ja, dat. Morgen ga ik hier een lookje mee maken. Gecombineerd met de producten die ik al voor mezelf heb. En ja, laten we eens kijken wat we ervan gaan maken. Ik ben al aan het bedenken, maar ik denk niet dat het heel erg luxe wordt, zeg maar. Want we gaan morgen naar mijn ouders en dan ben ik gewoon graag een beetje mezelf. Maar we hebben ook nog tweede kerstdag. En daar kan ik ook nog wel wat mee. Dus ja. Oh, en ik ga ook nog eens de derde kerstdag ga ik naar de kapper. Ja. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Even kijken, ik heb hier een borstel. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Sowieso wil ik het in laagjes hebben. En waarom wil ik dat? Dat geeft gewoon voor mijn soort haar geeft dat gewoon een bepaalde volume. Maar op dit moment is bijvoorbeeld dit. Dat is echt. Ja, daar mag wel een stukje vanaf. Ik denk zoiets. Dat er wel af mag. En dat heeft er niks mee te maken met dat ik mijn haar kort wil. Maar ik denk als ik ga kijken naar hoe mijn haar in welke conditie mijn haar is. En hoe dat mijn haar zeg maar over het algemeen is. Dan denk ik dat dat wel het beste is. Want ik heb echt veel haaruitval. En ja, dat. Want als je hier kijkt. Dit is gewoon mijn haaruitval. Dit is echt allemaal uitgevallen geweest. Het is bij mij gedeeltelijk hormonaal. Want ik heb PCOS. Dus dan heb je dat überhaupt. Maar ik ben ook de laatste tijd het een en ander afgevallen. En mijn streefgewicht. Ik heb natuurlijk gastric bypass gehad. Maar mijn streefgewicht is altijd tussen de 75 en de 80 kilo. En dan denk je, is dat niet een beetje veel? Nou, het is voor mijn lichaam. Is dat het beste. Want dan heb ik niet zozeer dat ik heel erg hangend vel. Ik heb wel hangend vel. Maar ik heb niet smetvlekjes. Ik kan alles gewoon goed en netjes bijhouden. Ik heb niet het idee dat als ik een broek aan heb. Dat ik eerst vel erin aan het proppen ben. Want dat. Als ik een BH aan heb. Ik heb hier ook vel hangen. Maar dan is dat niet zo erg, zeg maar. En ik schaam me totaal niet voor mijn lichaam. Ik heb nou eenmaal het een en ander doorgemaakt met mijn lichaam. Ik heb een trage schildklier. Ik ben heel dik geweest. Ik heb een gastric bypass gehad. Ik heb 3 prachtige kindjes ervan, zeg maar, mogen krijgen van mijn lichaam. Dus ja, dat. Maar dat is wel mijn streefgewicht. En ik zit op dit moment op 72 kilo. Dat is niet mijn streefgewicht. Absoluut niet. En ik merk gewoon dat ik daar last van heb. Ik heb het ook kouder. Ik heb echt. Wat dat betreft. Mijn lichaam gaat niet goed op dat lage gewicht voor mij. Zeg maar dat. Dus. Ik heb ook met Niels afgesproken dat ik de komende kerstvakantie. Dat gewoon een beetje bij ga eten. Zeg maar in de zin van. Niels die helpt mij gewoon met een goed eetpatroon, zeg maar. Dus gewoon fatsoenlijk eten, gewoon fatsoenlijk drinken, dat soort dingen. En dat kan ik ook als ik de kinderen hier heb en Niels hier heb. Want Niels die houdt dan de kinderen een beetje rustig, waardoor ik fatsoenlijk kan eten. Want, laten we eerlijk zijn, drukte bij het eten. Ja, ik ga daar niet goed op, maar ik weet niet hoe het met een ander zit. Maar ik persoonlijk ga daar vrij slecht op. Ik kan wel eten, maar dan eet ik nooit genoeg, zeg maar. Dus dan eet ik minder dan dat eigenlijk de bedoeling is. En dan zit ik ook gewoon veel sneller vol. En ik krijg sneller dumping. Dus ja. Er zijn gewoon een aantal dingen waar je dan naar moet kijken. Dus dat is wel prettig. Sowieso aankomende week is Niels natuurlijk vrij. Dus ja. Wat dat betreft is dat gewoon beter.
het gaat niet slecht met mij, zeg maar. Dat niet. Maar dat zijn wel dingetjes waar dat ik tegenaan loop. En ja. Ook bijvoorbeeld mijn tanden. Dat is echt, ik heb hier een gaatje zitten. Ik poets mijn tanden elke dag. Echt elke dag. Maar ik heb calciumtekort. Ik kan geen melkproduct drinken. Kaas kan ik eten, maar dat is officieel geen melkproduct. Vult je calcium niet genoeg aan. Te veel kaas kan ik ook niet eten, want dan word ik ook ziek. Dan heb ik zeg maar bijvoorbeeld peulvruchten en zo. Probeer ik allemaal wel te eten, maar ik ga niet voor mezelf alleen peulvruchten maken. Dus ja, dat. Ik heb daar calciumtabletten voor. En die pak ik wel gewoon. Maar je lichaam werkt daar toch heel anders op. En dat is echt sinds dat ik mijn gastric bypass heb gehad. Dat mijn tanden gewoon echt slecht zijn. Maar ja, het is zoals het is. Ik ga hier heel even opruimen. Want als je echt een bende. Ik had van de week wat nieuwe kleren voor Liam besteld. Die hangen daar nog. Die moet ik even opvouwen en opruimen. Dus ja, dat. Jordi heeft wat nieuwe kleren gekregen van mijn moeder. Met kerst. Mijn moeder heeft altijd een budget van. Hè, wat wil je uitgeven? Wat wil je op spaarrekening? Nou ja, ik heb liever gewoon kleding. Dan hoef ik het zelf niet te kopen. Dus ze heeft wat kleding voor Jordi besteld. Zodat hij weer even vooruit kan. Want ook dat kind groeit. En alle kleding die Jordi aan heeft, die kunnen Liam en Sam dadelijk ook aan. Dus kwalitatief hebben we dan altijd wat betere, of ja, wat prijzigere kleding. Want in principe wordt het met Jordi nooit slecht, zeg maar. Dus dat. Dus ja, dat. Ik ga even aan de gang hier. En dan kan Niels douchen. En als Niels gedoucht is, dan ga ik weer verder hier. Nou, ik heb iets lekkers gemaakt. De kinderen hebben al gegeten. Ik heb ondertussen risotto gemaakt. En dan ga ik nu lekker eten onder het genot van het gejank van Liam. Alles is weer opgeruimd in huis. Wij zitten lekker bankzaken nu te doen. De kinderen liggen in bed. Ik ben gedoucht. Nog meer te vertellen? Het is kerstavond. Dat was het toch vandaag? Ja. We gaan niet naar de heilige mis. Nee, nee. Wij zijn niet gelovig in die zin. Ik ben wel katholiek opgevoed. Ik heb me ben gedoopt. Communie, vormsel heb ik gedaan. En daarna heb ik er eigenlijk niks meer mee gedaan. Dus nee, ik ben wat dat betreft... ben gelovig opgevoed, maar niet streng of zo. Dus ja, dat. Voor de rest gaan we lekker bankzaken en beleggingen doen. Ik heb nog wat salades gemaakt, et cetera. Gaan we lekker smullen. En dat is onze kerstavond. Niet veel bijzonders. Na een drukke dag te hebben gehad, liggen we eindelijk in bed. En gaan we lekker slapen. Bij deze ga ik ook deze Ups & Downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.